Oké, mensen, zoals jullie zien en horen, achter mij is het al begonnen. Oh mijn god, nu is ze gewoon echt aan het bellen met die telefoon. Ik zal video bellen. Dus die gaan hier nog zeker 2 weken zitten, als baby's in dat nest. Ziet je dus die hele afgrond, kijk. Goedemorgen dames en heren, welkom weer in een nieuwe vlog. Ik heb heerlijk geslapen met het raam lekker open deze nacht. En dat kwam omdat het gewoon lekker warm was op de kamer. En omdat het buiten regende, dus we hadden leuke regensounds op de achtergrond. Heerlijk om hier te slapen. Dus ik ben lekker fris en fruitig wakker geworden vandaag. Bo is ondertussen al naar stage vertrokken. Maar vandaag komt mijn opa dus naar hier, mijn vaken. En die komt helpen in de tuin. Want zoals jullie misschien al is opgevallen, het ziet er allemaal wel mooi groen uit. Maar superveel gras heb ik niet meer. Want overal zitten zo van die pisbloemen en onkruid. En hier zit het ook fel. Allemaal van die klavertjes. En dat is niet echt de bedoeling. Dus wat gaat er nu gebeuren? Mijn opa heeft een speciaal verluchtingsmachine of zoiets. Dus die komt even heel de tuin verluchten. Wat er precies gaat gebeuren, dat moet ik zelfs dan even te goed bekijken. Ik denk dat hier, wow, vliegt er in mijn neus. Dat er dan gewoon, ja, meer plaats wordt gemaakt tussen het gras of zo. Ik heb geen idee. Zelfs even te goed bekijken. Maar hopelijk, als dat gebeurd is, heb ik terug meer gras. Want nu heb ik echt meer onkruid als iets anders. En dat is niet zo nice. Dus ja, die is onderweg naar hier. Die gaat dat even doen. En ja, hopelijk helpt het. Zal wel nice zijn. Oké, mensen, zoals jullie zien en horen, achter mij is het al begonnen. Mijn vaken is al begonnen met de machine. En wat het dus doet, is eigenlijk gewoon snijden in het gras. Dus al het vuil ertussen uithalen. Wat ik dus nu moet doen, is met deze, ja, Rieks is dat niet, dit is een hark. Erachteraan gaan en al het gras bij elkaar doen, want anders blijft er zo op het gras liggen. Dat is ook niet goed. Maar het gaat goed vooruit. Hij is al helemaal daar bezig, dus hopelijk helpt het voor het mooie gezond te krijgen. Ik ben even op missie gestuurd. Ik moet even naar de winkel voor vedden te gaan halen. Een soort van bolletjes voor op het gras te strooien, zodat het gras terug gezond kan teruggroeien. Waarschijnlijk ga ik nooit terug 100% gras krijgen. Buiten als ik het echt helemaal zou omploegen, nieuwe grond en dan opnieuw zou inzaaien. Maar ja, dat is natuurlijk heel veel werk. Dus nu proberen we het even op deze manier, maar zo, ja, gaat je wel nooit 100% al het onkruid wegkrijgen, wat wel jammer is. Maar als het al iets beter is, zou het al nice zijn. Dus laten we daarop hopen. Nu dus even die vetbolletjes gaan halen voor op het gras te strooien. Een soort van bemesting, denk ik. En dat moet normaal gezien helpen. Vetbollen heb ik gevonden, dus nu kunnen we weer naar huis. Daar even op het gras gaan strooien, voorkomt mos en zo, heb ik gelezen. En ja, is gewoon goed voor grasgroei. Dus laten we dat er snel opstrooien. Let's go! Bolletjes zijn op het gras gestrooid. En ik moet zeggen, het ziet er wel frisser uit nu. Nu dat zo eens gesneden is. Of ja, verlucht moet ik zeggen eigenlijk. Dus ja, het is weer helemaal top. Mijn vaken is er vandoor. En ik heb nu even lekkere pannenkoeken opgewarmd. Even kijken. Ja. Oh, kijk eens. Dit is toch super. Oeh, camera beslaat. Even lekker pannenkoekje eten. Zo, ik kom weer uit mijn grot. Ik heb even gewerkt in de studio, ook even gegeten dus, zoals ik liet zien. En oeh, kijk eens aan. Ik dacht al, waarom is het zo donker? Want het is gewoon weer aan het regenen. Goed. In ieder geval, lekker gewerkt dus in de studio. Even geëdit en zo, moet ook gebeuren. En nog wat zakelijke dingen gedaan. Dus dat is weer allemaal in orde. Nu ga ik me even opfrissen, denk ik. En wow, het is echt weer hard aan het regenen. Heel raar eigenlijk, want dat hadden ze allemaal niet gegeven. Wow, het ringt echt hard. Kijk, mijn app zegt gewoon zonnetje nu. Zien jullie dit? 23 graden zon. Ja, ik weet niet wat jullie zon noemen, maar dit alleszins niet. Wel goed voor het zwembad. Vult je weer lekker. Goed. Ik ga maar eens terug naar binnen. Wat zit jij weer aan het doen? Oh, ik ben nog even aan het genieten van die laatste uurtjes. Je kunt het wel gebruiken, een melkfles. Ja, hoezo zie ik nog zo wit? Kijk. Normaal ben ik altijd de snelste bruin. That's why we do a dance. En wat gaan we doen? We gaan weer barbecuen. Maar dat is zo de day after the barbecue. Ja, even de restjes opeten. Dat je te veel over hebt en dat is eigenlijk nog beter soms. Oh, ik ben echt gewoon aan het opladen in die zon. Ik voel me echt zo Wally. Die scène van Wally dat hij ze opladen in de zon, zo voel ik mij. Oh,
we hebben weer zoveel gegeten. Of ja, ik dacht tenminste, lekker veel kip en zo, broodjes, tomaten, alles, worteltjes. Ja, gewoon typische barbecue ingrediënten. Wacht, even. Wacht, is dit een nieuwe geest? Ja, hallo? Mooi. Bifam? Nee, geen idee. Een beetje afgezegd, hè. Enzo, ja, Enzo Knol, beter. later, bedoel ik. Funny. Oh mijn god, nu is ze gewoon echt aan het bellen met die telefoon. Ik zal video bellen. Dat zal niet gaan met die gids. Ja. Doei. Wij hebben weer even heerlijk gebarbecued en we zijn weer thuis. En gisteren had ik het in de vlog over een koolmees die hier in het vogelhuisje zat. En Bo heeft zo net even gefilmd en we kunnen dus zien dat hier eitjes in zitten. Alleen kan ik het niet met deze camera filmen, dus ik ga even mijn telefoon erbij nemen en zo eens proberen filmen. Kijk mensen, wacht hè. Kunt u dat zien? Daar. Kijk, daar liggen eitjes. 3 gewoon hè. Oh, maar hoe cool is dat gemaakt, hè? Oh, je ziet dat best goed. Oh, het is wel echt vet dat we nu gewoon in dit vogelhuis wat we gekregen hebben van de buren, nu gewoon baby koolmeesjes in zitten. Geloven. Ja, het zou wel vet zijn. Ik hoop dat we dat kunnen zien. Ik weet het niet zeker. Hoe lang broeden die? Daar heb ik geen idee van. Maar gewoon babyvogels hier op het terras. En hoe vet. Hoe is die echt bevallen dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, die leggen gewoon eieren. Dat is alleen zo'n kaka doen. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Lees nog eens voor wat jij had opgezocht. Tussen begin april en begin mei legt het vrouwtje 4 tot 12 eieren. Ze moet ongeveer 2 weken broeden voor de eieren uitkomen. Daarna verblijven de jongeren nog ongeveer 19 dagen in het nest voordat ze uitvliegen. Dus die gaan hier nog zeker 2 weken zitten als baby's in dat nest. Dat is wel cool. Ja, hopelijk heb ik het niet verstoord, want ik zei nog tegen Bo niet filmen, maar ja. Ik dacht dat in zat, hè. Ja, jawel, hè. Door de dag is die meestal weg. Dus ja, hopelijk hebben we die nu niet afgeschrikt en komt die wel nog terug, want anders gaan we er onder een lamp moeten leggen. Want die gaan natuurlijk niet laten sterven. Van ei tot koolmees. Oh ja, kijk, zo is dat dus, hè. Als het kastje haar bevalt, dan bouwt ze er een nestje in met zachte materialen. Ook een mooi kastje. Ja, je kunt ook echt zien op het filmpje van daarnet dat dat echt zo allemaal gras en mos is van hier dus. Dus dat is wel echt cool. Kijk. Ze gooien de schillen uit het nest. Maar we hebben dus dat daar zo random zijn opgehangen. Ja, echt hè. Misschien omdat het een afdak heeft dan. Maar wie weet was dat vorig jaar ook hè. Geen idee. Nee, want dan... Ja, dan hadden we dat toch wel gezien. Ja, echt cool wel. Heel benieuwd. Dus ja, binnenkort dan gewoon baby koolmeesjes hier in de tuin. Super vet. Oh my god. Dat was hem dus. Zijn er 2, hè? Kijk, ja. Die zijn er 2, hè. Kijk, mama kijk. En een papa. Wow, dat is zo vet. Zo leuk dat dat hier is. Wow, dat vind ik echt cool. Die stukjes aan het maken. Hoe kunnen die zo stil blijven vliegen, ja? Kijk, die blijft er ook gewoon zitten. Ja, die zijn echt stukjes aan het maken. Wow, nu naar boven. Wow, dat is echt vet. Wow, dat vind ik zo cool. Ik ben vooral blij dat de mama en papa terug zijn. Ja. Oké, dames en heren. Ik had even mijn andere camera erbij genomen. Want deze kan dus heel ver inzoomen. Maar ze zijn weg. Eén zit erin en de andere is vliegen. Dus ik veronderstel dat de mama binnen zit. En de papa nu nog eten halen is of zo. Geen idee. Ik zat hier ook zo klaar. Kijk, dan kon ik zo helemaal... Boom! Wow, dan had ik zo goed beeld. Even scherp stellen. Kijk. Maar ja, misschien een ander keertje nog. Zo dames en heren, geen koolmees meer gespot, maar wel dus even een paar leuke shots met deze camera. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het blijft gek om met deze te filmen, omdat het zo'n meer ingezoomd beeld is. Maar voor echt goed te inzoomen is die echt wel heel goed. Dit is het verste. Nu is mijn hand gestrekt. Ja. Kijk, en nu terug naar de white. En nu terug naar de white lens. Boom! Zo, dat is toch wel beter. Hè? Ik denk dat ik het toch met deze lens en camera ga houden. Heel dat raar, is toch wel. Zonder klepje. Ja, deze camera heeft geen klapschermpje. Ja. Maar dat is ook wel beter, want dan kijk je meer in de lens. Dat is goed voor vloggen. Maar ja, ik ben nog steeds zo blij met deze camera. Ik heb het een paar vlogs geleden ook al gezegd.
Dit is gewoon de ideale vlogcamera, daar blijf ik bij. We zijn met z'n tweetjes de auto ingestapt en we zijn onderweg naar een locatie waar ik zelf ooit heb gefietst of gemountainbiked, dat weet ik. Dat is in een bos. En we gaan eens kijken of we daar een avondwandeling kunnen maken. Ik ben er dus al super lang niet meer geweest. Maar ik kan me wel herinneren dat dat een cool bos was. Dus, ja, ik weet het want niet. Want we willen eens iets anders zoeken voor te gaan wandelen. Want we willen terug meer gaan wandelen, is goed, dat is gezond. Goeie ja, beweging. Met dat weer en dat soort. Hier kunnen we eigenlijk ook in, hè, dat is ooit. Maar ja, ik weet niet, we gaan het zien of het mogelijk is. Ja. Wow, kijk waar we zijn, mensen. We komen van daar, daar zo. Ik weet niet of je hier echt kunt wandelen. Ja, volgens mij wel hoor. Ik denk gewoon niet dat het vaak gebeurt. Ik denk dat het hier vaker fietsers komen dan wandelaars. Dat mega is. Ja, maar het is wel mooi, hè? Mooi bos. Kijk, dit bedoel ik dus. Wow, yo. Oh, ik moet hier echt eens komen fietsen. Volgens mij is dat hier ook voor gemaakt. Kijk, joh. Ja, oké, dit is wel... Zo moet je toch niet fietsen? Mooi, joh. Ik ben hier zo komen mountainbiken, jawel. Zo dan, hè. Ja, hier ging het... Kijk mensen, hier is het dus heel recht en dan hier gaat het in één keer boom. Dat is echt een fietsbos. Ja, is cool, hè. Dat is wel heel cool. Kijk, en dan moet je zo en zo. Ja. Helemaal in het bos, hè. Ja, vroeger kwam ik hier, hè. Mountainbiken met mijn papa. Nee, moet je dat eens doen, hè. Ja, moeten we echt eens doen. Kijk. Met vrienden, ja. Mountainbike. Dan hier zo onderaf. Of we moeten dat huren, want mij lijkt het nog wel fijn, man. Ja, toch, hè. Kijk, hier kun je echt snelheid maken. Wow, dat weet ik gewoon nog. Ik doe dat voor het vloggen. Ik wist dat er zo één diepe kuil was. Kijk, ja, het komt waarschijnlijk niet zo goed over op camera, maar... Ja, dit is iets voor Average Rob, inderdaad. Mountainbiker. Ja, dat is wel echt cool hier. Kijk, ik ga ook helemaal zo door naar achter. Kun je hier overal baantjes zo naar onder nemen. Dat is zo cool. Kijk, Bo daar staan. En dit is nog maar een ja, niet zo dunne kuil. Of diepe kuil, wat zeg ik weer. Maar hier onderaf, oh, vroeger heb ik dit gewoon gedaan, hè, hier. Zo cool. Ja, ja, hier ging ik dan naar beneden. Daarom herinner ik mij dit bos zo goed, omdat... Ja, ik vond dat zo vet toen. Het is dus wel geen wandelbos, eigenlijk. Ja, ik denk niet dat het echt een wandelbos is, inderdaad. Maar hier kunnen we wel een beetje rechtdoor. Er zijn niet meer zoveel bossen, hè. Maar dit is echt een bos. Ja, dit is, ja je ziet dit ook. Dit is echt een kijk. Bos, want wij hebben bij ons ook een klein, klein bosje. Ja, maar dat is niet zo gelijk hier. Dit is echt wel... Ja, schat, daar kun je niet door. Ja, dit is niet echt wandelbaar, inderdaad. Kijk, het is echt voor te komen fietsen wel. Ja, goed, ik ben een beetje vergist. Maar ja, het is niet erg. Ik ben heel blij dat je het hebt gezien. Ja, cool, hè. Kijk, en dan hier... Als we hier weer eens gaan kijken, zie je dus die hele afgrond. Kijk. Wow. Dat is toch cool, ja. Kijk, wacht. Nu kan ik dat echt goed filmen. Ja, dat zijn allemaal zo paadjes. Zo, zo, zo. Cool, hè? Maar dat is gewoon alsof je de diepe... Ja, dat is echt een dal, zo precies, hè? Hoezo hebben wij... Dit in België. Lijkt echt Ardennen, dit. Kijk, overal zo van die... Ja, paadjes. Ik ga eens naar beneden gaan, goed? Oh, ik moet wel echt zien dat ik hier niet op mijn bek ga. Kijk, en dan kom je dus, ja, gewoon op allemaal verbindingen. Kijk. Dan ziet je hoe ver dat is, hè? Daar is Bo helemaal. Ja, ik kan. Maar als je deze soort onderafjes pakt zo, zit je toch wel goed zat, hè? Dat is echt stijl, hoor. Dan moet je wel echt met een mountainbike doen, want anders... Ja, tuurlijk. Ja, het toch, niemand komt hier met een stadsfiets, hoor. Ja, ik vind dat jij dat moet doen. Ja, moeten we eens terugkomen voor dit allemaal te testen hier. Kijk, hier staat het ook. Dit zijn echt, ja, hoe noemt dat? Hikers. Hikersroute. Dus niet voor even rustig te komen wandelen in dit soort outfitjes. Ja, wel echt voor met zo'n rugzak en zo kun je hier dus wel. Maar ik denk nog steeds dat er wel meer gefietst wordt als gewandeld. Dat sowieso. En zo zitten we weer in de auto. Korte wandeling, maar wel leuk om eens te zien. Ja, heel leuk. Nu weet je ook dat dat hier is. Ja, het was dus wel niet echt voor... voor fietsers, voor wandelaars. Ja, misschien wel als we... Oh my god. Oké. Oké, ik ga het bos. Weg? Ja. Wat voor een beest was dat zelfs. Daar. Ja, wel dus niet echt iets voor wandelaars. Meer iets voor hikers en fietsers, maar het was leuk om te zien. Zo, we zijn weer thuis en ik wil even een shout-out doen naar een paar mensen. Een paar mensen die ik al een tijdje ken ondertussen van de vlogs. En dat zijn Ashwinta, Tony, gewoon ja, de vaste mensen die elke dag nog steeds een comment plaatsen. Jullie weten niet hoeveel dat betekent voor mij. Want ik weet dat jullie niet hoeven te reageren elke dag, maar toch doen jullie dat. Dus jullie hebben echt een speciaal plaatje in mijn hart. Er zijn nog een paar mensen die dat echt heel regelmatig doen. Maar ja, de twee die ik nu heb opgenoemd, ik denk dat ze dat ook wel van hun eigen weten. Maar ja, shout-out naar jullie, want het betekent zoveel voor mij. Gewoon dat jullie er elke dag bij zijn, elke dag bijna een comment plaatsen. Ja, dat is toch wel mooi, hè? Ik vind dat...
Gewoon als, en ook gewoon al een jaar lang binnen ondertussen. Hè. Dus we love you. We love al onze kijkers. Yes. Sowieso ook een dikke shout-out naar alle mensen die gewoon dagelijks kijken en niks commenten. Ik hou ook gewoon van jullie allemaal hoor. En gewoon de mensen die abonneren, liken of af en toe kijken. Ik hou echt van iedereen die gewoon ja, iets van support toont. Betekent superveel voor mij. Channel is ook gewoon lekker aan het groeien. De views gaan supergoed. De support is insane. En daar wil ik jullie echt enorm voor bedanken. Want ja, dat is gewoon... ik zeg het, het betekent superveel voor mij. Geloof het. A dream coming true. Wij gaan nu lekker slapen. Ik check jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren dus. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een nieuwe vlog. Ciao!